Mevrouw de voorzitter, eerder dit jaar kwam de evaluatie van de kabinetsformatie 2021 uit. En daarin staat dat niemand van de geïnterviewden een goed woord over had voor die formatie. Het proces was rommelig, moeizaam, chaotisch, veel te lang geduurd. Had niemand er een goed woord over? Nee, één geïnterviewde staat er in de tekst. Slechts één geïnterviewde durft het aan om over de periode van Formeren toch ook iets positiefs te zeggen. Ik citeer, toch was het politiek ook weer een ongelooflijk interessante tijd. Nood 6 in de evaluatierapport onthult wie het was, wie het zei. Interview met Rutte staat daar droog. Voorzitter, en ik moest daaraan terugdenken die on. Tenbare die onverwoestbare blijmoedigheid, waarmee Mark Rutte al zoveel jaren ook zijn bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse politiek. En ook internationaal zijn steentje heeft bijgedragen. En ik wil ook mijn respect eh, hier tot uitdrukking brengen voor die ongelooflijke inzet gedurende al zoveel jaren. Eh, ook in zware tijden. En ja, we hadden ook regelmatig stevige kritiek. Uh, op onderdelen van het beleid. Maar dat neemt die grote waardering voor zijn persoon en uh, de enorme inzet voor de publieke zaak zeker niet weg. En ik wil hem ook van harte Godzegen toewensen. En me ook aansluiten bij de warme woorden aan het adres van collega Hirma, hoewel het nog niet het formele afscheid is van hen beiden. Maar we zitten toch een beetje in de afscheidsfeer nu eenmaal. Uh, en uh, dan hebben we natuurlijk gehoord dat hij zich ook niet beschikbaar wil stellen. Maar wat, wat mij betreft ook jullie allebei uh, verbindt. Was dat er stevig op de inhoud gedebatteerd kon worden, maar eh, altijd ook die, het verbinding zoeken in de persoonlijke omgang was. En die menselijke maat, uiteindelijk zijn we hier allemaal wel mensen. Mogen we dat ook nog eens een keer zo zeggen? En is het ook eh, heel belangrijk om elkaar een beetje heel te houden en daarin ook het goede voorbeeld te geven. Dus respect ook voor eh, juist dat zoeken van eh, die menselijke maat en stevige debatten tegelijkertijd te voeren op de inhoud. Voorzitter, dan. Um, zijn die verkiezingen zo toch ineens dichtbij uh, gekomen? En laat ik vooropstellen, um, we zijn als partij klaar voor die verkiezingen. Um, en met de goede uitslag bij de afgelopen verkiezingen voelt dat juist ook als een extra steun in de rug. Um, en zeggen wij: laat die campagne maar komen. Het, want Wij zeggen er even zeer bij, dit was niet ons kabinet. Wij hebben bij de verkiezingen gepleit voor een centrumrechtskabinet en dat is wat we nu ook voorstaan. En we zien hoe moeizaam dit kabinet opereerde en hoe knellend het regeerakkoord vaak ook was, hoe weinig vertrouwen het bij mensen in het land allemaal wekte. Het is allemaal langsgekomen, het stikstofgedoe, de regio die zich te weinig gezien en gehoord voelt. Noem ook nadrukkelijk de progressieve agenda, abortus verruimt, welvaart met drugs-experimenten en weinig haast met de aanpak van bijvoorbeeld de misstanden in de prostitutie. Um, kortom, het was niet ons kabinet. En de coalitiepartijen praten al maanden over migratiebeleid. Ze kwamen niet uit. Terwijl het wel een heel belangrijk punt voor de burger is. En of ik dat begrijp, al heel lang Er is helaas al jarenlang te weinig vooruitgang geboekt in het in betere banen leiden van de migratie. Snel, nieuwe verkiezing is in deze omstandigheden een begrijpelijke stap. Maar het roept ook vragen op. En daar wil ik nu nog even de schijnwerper op zetten. Want we hebben wel een bijzondere verantwoordelijkheid van als Kamer ook in het nieuwe formeren uh, met de sterke regie van de Kamer in plaats van de koning. U weet, we waren er geen voorstander van. Het wordt te snel partijpolitiek, te veel waar van de dag, te weinig op de plaats rust. Maar we hebben wel nu mee te maken, en dat geeft de Kamer ook een grote verantwoordelijkheid. En dan loop je tegen zaken aan. Hoe gaat het straks met uh, de data van verkiezingen? Hoe gaan we om met controversiële dossiers? Hoe voorkomen we dat er vertraging ontstaat? Op aangelegen thema's. Krijgt de pasmelder nu wel eerder zijn vergunning? Verdwijnen de files nu sneller? Worden de woningen sneller gebouwd? Of blijft het allemaal maar weer hangen? Welke migratiemaatregelen gaan nu wel door? Voorzitter, er zijn veel vragen om ook over goed over na te denken. En ik dank ook de notitie die we ook van de kant van de waarnemend griffier hierover kregen. Um, wij, mijn fractie hecht er nog wel aan om aan het eind van de dag ook de balans op te maken als er allerlei moties ingediend zouden worden over verkiezingsdata of hoe het verder moet of wat dan ook. Om te zeggen, laten we geen overhaaste stappen nemen. Als er veel losse eindjes zouden zijn, zouden wij liever verkiezen om dan eerst ook nog, zoals we bij formaties ook doen, een verkenner in te schakelen om snel en grondig te kijken uh, welke adviezen we nog nodig zouden kunnen hebben in de verdere gang van zaken. Wellicht is dat niet nodig, maar ik wil dat nadrukkelijk ook even hier nog als punt ook, eh, bij de collega's ook onder de aandacht brengen. Voorzitter, tot zover mijn bijdrage in eerste termijn.